Dames en heren, jongens, meisjes, vandaag gaan we weer reageren op de allerslechtste ondernemers van heel Nederland. De allerslechtste. De vorige video vonden jullie super leuk. Ja, ik wat minder, want ik ging bijna dood van de cringe. Maar vandaag gaan we het gewoon nog een keer proberen. Misschien zijn er vandaag wel hele goede ideeën waarmee je denkt van ja, dit zijn goede ideeën. Laten we maar gelijk gaan kijken. Hey, wat up? Het is Boyd. We zijn hier. Oh, ik zie alleen al in de vorige aflevering en ik ga ook weer slecht. Ik ga alweer helemaal slecht. Ah, verschrikkelijk. Gisteren hebben we echt onwijs hard gefeest. Gisteren is er onwijs hard gefeest. Snelle jongen, shortcut naar succes. Er is trouwens maar één snelle jongen. En dat ben ik. Het succes van deze serie is niet alleen mij opgevallen, maar ook de mensen bij Matchmaster. Ja, ja, ja. Ze hebben nou speciaal voor mij een toernooi georganiseerd waarmee je een iPhone 13 kan winnen. Zo. Hoe kun je dat winnen? Even opletten. Matchmaster organiseert een toernooi en via de link in de beschrijving kan jij meedoen aan dat toernooi. Je download de game op je Android of iOS device, allebei kan. Je kan allebei meedoen, dat is toch fijn. En dan word je in een groep gedeeld van ongeveer 75 tot 100 mensen. Nu proberen zoveel mogelijk sterren te verzamelen en het begint vandaag. Het begint nu. Als jij kijkt, begint het. Wanneer je toernooi joint, krijg je 150 coins. Geen probleem. Hebben we voor jullie geregeld. Geen probleem. Nee, ja. En van elke groep van de 75 tot 100 mensen gaan er 3 door naar de finale. Maar zelfs, ook al hou je niet de finale, is het niet erg. Dan krijg je ook een prijs. Maar de top 3, die komen zeg maar in een nieuwe pool. En de finale duurt 3 dagen. Die begint op 5 mei. En van 5 tot 8 mei is de finale. En degene die daarin de meeste sterren verzamelt, die wint de iPhone 13. De winnaar wordt bekendgemaakt op het Instagram kanaal van Matchmasters. De bedoeling is dus dat je vanaf vandaag tot 5 mei zoveel mogelijk sterren verzamelt. Door te joinen via de link in mijn beschrijving. Want dan join een tournament. Het is allemaal niet zo moeilijk. En je kan een iPhone winnen. Dus ik wil je veel succes wensen. En download de game via het linkje in de beschrijving. Goed, snelle jongens, zorg naar succes. Ik heb het weer bewezen. Nou goed. Oh mijn god, het Mendel College. Oh mijn god. Ik kom eens uit Haarlem. Dit is in Haarlem. Dit is sowieso trouwens die boy. Dat kan niet anders. Dit is echt een kutschool. Als je hierop zit, ja sorry, dan zit je echt op een kutschool. Ja. Het is onbekend als een school waar mensen alleen maar cocaïne snoven. Geen idee wat waar is, maar zo stond het wel bekend. Het verbaast me ook niks als het die boy is, dat die boy erop gezet heeft. Want dat is echt zo'n typische gast die op deze school zat. Gewoon zo'n, ja, weet je wel, zo'n, ja, mafkees. Yo, ik loop dus bij mijn middelbare school, zoals je hier kan zien. En zoals jullie weten, zoals veel mensen vaak hebben gehoord in mijn video's en advertenties, ben ik een high school dropout. Vaak vragen mensen aan zich af, waarom heb ik dat nou echt gedaan? Weet je, ik was natuurlijk gestopt toen ik 18 was. 3 maanden voor mijn eindexamen. Okay. Wat voor mensen onbegrijpelijk is. Maar ja. Stel je zou poker spelen. Hè, en oh, mooi. Ik vind die dingen... Oké, stel je zou poker spelen. Mensen, daar komt er weer in. Oké, we zijn er klaar voor. Oké, deze keer ga ik echt goed opletten. Wacht, ik heb ook een pen. Stel je zou poker spelen. Ja. Hè, en je hebt 50.000 euro ingezet. 50.000 euro ingezet. Je bent met de laatste ronde. En ik ben met de laatste ronde. Om hem af te maken met een kans op winnen, ja, moet je callen met nog 10.000 euro. Okay. Hè? Ja. Dus, laatste ronde, nog 10.000 euro. En weet zeker dat je niet gaat winnen. Om kans te maken moet je nog 10.000 euro inzetten, maar je wint zeker niet. Maar dan maakt toch geen kans als je 10.000 euro inzet. Dit is... Okay. En om hem af te maken met een kans op winnen... Om hem af te maken met een kans op winnen... Moet je callen met nog 10.000 euro. Oké, dus om... Oké, wacht. Nee, ik begreep het even verkeerd. Om nog dus een kans te maken om te winnen... Moet je dus nog 10.000 euro extra inzetten. En dan heb je nog een kans om te winnen. Maar jij weet zeker dat je niet gaat winnen. En nu weet ik zeker dat ik niet ga winnen. Ik heb hier dus... Stel je zou poker spelen, 5.000 euro, laatste ronde 10.000 erbij... Maar je wint zeker niet. Ja, dan... Ja... Dan ben je sowieso 50.000 euro kwijt. Zou je dan nog 10.000 euro inleggen of niet? En sommige mensen zullen zeggen van ja, ik heb al, weet je, 50k ingelegd, dus ik ga het doen. Maar als je echt een rationele ondernemer bent, een rationele kritische denker, in principe zou je dat dus niet doen, want je gaat sowieso verliezen. Dus waarom zou je nog 10.000 extra verliezen? Maar wat de fuck heeft dit met school te maken? Wat is dit? Dit is een serie, hè? Hier zit geld in. Hier zit geld in om dit te maken. En iemand die zit gewoon... Het lijkt alsof iemand een bordje voor hem houdt met van die meme-woorden. En dan moet hij beslissen wat hij zegt. Dit is toch ongelooflijk? Waar zit ik naar te kijken, vriend? Ik snap er geen fuck van. School was absoluut niet mijn pad. Clearly, weet je? School is niet mijn pad, clearly. Oké. Okay. En wat je nu doet, is mensen lesgeven, toch? Dus eigenlijk een soort... School. Je bent eigenlijk soort je eigen school begonnen. Dus school is niet je pad, maar je vindt dat andere mensen wel een pad moeten zijn. Anders verdien jij geen geld. Deze general kennis die ik hier allemaal krijg, gaat mij niet helpen om waarde te leveren op het niveau wat ik wil in de wereld. Welke waarde leef je in de wereld, vriend? Holy shit. Mijn ouders hadden er zeker een mening over, althans mijn moeder. Mijn vader die spreek ik niet, al een hele tijd niet. En, dat vind ik dan wel zielig. Misschien had zijn vader zijn cursus gekocht. Voelde hij zich genaaid? Nee. Ik weet niet wat daar gebeurt, dus daar ga ik geen grap over maken. Maar dat deed ik net wel. Maar dat kwam wel, grappig was op zich. Oké, kijk. Oh, Paula, ik ben gewoon gisteren helemaal vergeten te bellen. Dan kom je er nu achter dat je iets heel belangrijks bent vergeten en dat je zusje feliciteren. Oh, ik schaam me dood, Pau. Dit is ook echt super kut. Nee, Mary. Nee, geef niet boeien te bellen, boeien. Ja, ik ben echt wel heel erg een familiemens, ja.
Nou, dit, maar ik zit een meme te kijken. Ik zit een meme review te kijken. Ga lekker genieten, Pau. Ja, ga ik doen. Oké, nou, ik zie je misschien ik woensdag zie al. Weer te zien. Ik ook. Ik ga uren met je knuffelen. Je hebt een kledingmerk gehad, dat doe je nu niet meer volgens mij. Nee. Maar waarom ben je ermee gestopt? Omdat ik veel te veel klanten had die op hun pakketje aan het wachten waren en die telkens maar niet op de bus deden. Ah, dus op een gegeven mooi. Moment kreeg ik veel te veel problemen. En hadden we €3000 op de rekening en dat hebben we allemaal uitgegeven aan een vakantie op Ibiza. Dus toen, daarna was het klaar, zeg maar. Dus mensen zaten op een pakketje te wachten die jij niet leverde, omdat je daar geen zin in had. Wat ten eerste natuurlijk echt mega asociaal is en ook heel onprofessioneel. Daarna heb je het geld wat je nog had, terwijl mensen op een pakketje aan het wachten waren, allemaal uitgegeven op Ibiza. En toen ben je dus failliet gegaan en die mensen heb je dus waarschijnlijk het geld niet teruggegeven. Dat is hoe ik het nu hoor. Nou, het is wel iets om trots op te zijn inderdaad. Dat heb je wel goed voor elkaar, moet ik zeggen hoor. Helemaal niet slecht gedaan hoor. Dit is mijn nummer 1 tip om snel groot te kunnen worden op TikTok. Snel groot te worden? Dat had volgers. 81.000 volgers. TikToks halen 4.000 views. 10.000, 90.000, 13.000, 12.000, 80.000, 120.000, 14.000. Oh, je bent echt mega groot op TikTok. Hoeveel ik verdien met TikTok? Gemiddeld per maand. Affiliate is 12.000. Dit is echt bullshit, mensen. Echt, laat je niet gek, maar dit is echt niet waar. Het is gewoon echt niet waar. Wat gaan we doen? Ja, bro. Dat is nog niks. Als ik in Nederland ben, als ik de kans krijg, time-wise, dan ga ik wel eens even langs Ian. Als ik in Nederland ben, als ik de kans krijg, hou even je bek, vriend. Dit is toch, oh jongen, echt bloed onder nagels. Dit is echt verschrikkelijk. Tijd geleden dat we samen hebben gesport, zo. Ja, zeker. Zeker. Alweer. 3 jaartjes terug of zo? Ja, man. Dat je hier was, de eerste keer? Denk ik. 3 jaar terug dat je hier was, maar nu kom je in de cameraploeg en wil je wel komen. Alleen, 3 jaar heb ik niks van gehoord, weet je. Prima. Ik ben heel trots op mezelf. En ik vind dat dat best mag. Ja. Ondanks de mening wat sommige mensen hebben, weet ik... Mening heb ik niet. Ik heb alleen een feit. Zo vaak afgewezen op elk gebied. Op elk gebied. Oh, de frustratie komt eruit. Nu snap ik het allemaal. Paula! Ah, zijn zus. Hij komt zijn zus tegen. Ik ben lekker met mijn moeder aan het koken voor Paula, mijn stiefzusje die komt. Haar vriend komt. Oh, dit is een stiefzusje. Ben ik gewoon je verjaardag vergeten, Paul. Ja, wat een drama. Ja, maakt wel uit. Ik schaam me dood. Ik ga het goed met je maken, Paul. Ik heb een cadeautje. Dat ik mijn gigantische... Even relax. Op een drukke week. Ik heb absoluut een maat voor het leven. Zijn naam is Floris. Mijn beste maat is als een broer voor me. Boy is een hele goede vriend van me. Zeker. Ja, dit is mijn beste vriend. Dat kan ik wel zeggen. Hij is een van de, van de weinige vrienden waarbij ik met 100% zekerheid kan zeggen dat hij zijn laatste 5k met mij zou delen. Dit is voor mij... Frans Bauer, kom maar tevoorschijn. Stel, je praat over een vriend van hij is een van de weinige vrienden waarvan ik zeker weet dat hij zijn laatste 5k met me zou delen. Wat boeit dat? Waarom zeg ik niet, hij is de laatste vriend van ik weet dat ik altijd, altijd van hem uit kan gaan. Dat hij altijd, als ik in de put zou zitten, dat hij mijn back zou hebben. Waarom zegt hij dat niet? Hoe voel je er nu over? Holy shit. Om de move naar Dubai te maken. Ik ben excited, man. Maar elk gesprek van hem is gewoon nep. Holy shit. Ja, die enkele miljoenen naar tientallen miljoenen. Want dat is wel waar je mee gaat spelen nu in Dubai. Voornamelijk teambuilding. Alleen maar meiden in mijn team gaan aanmeten. Nemen Tuurlijk. Zoals jij doet. Tuurlijk. Mannen die komen er niet in hoor. Nee. Ik kan hier gewoon... ik hou gewoon wel weg gewoon. Die moves voor mij maken altijd gewoon... Ja, resemble een soort van move ook in life. Dus ik ben daar excited voor om de business dan... Maar hoe kan je twee talen door elkaar heen spreken? Doe even normaal. Wij leven continu in het buitenland. We praten eigenlijk alleen maar Engels. We leven in het buitenland. Je geeft Nederlandse cursussen. Wat de f***? Echt weer switchen naar het Nederlands. En ja, soms... Vergeet je enkele woorden daarvan. Ja man, tijd voor de next chapter. Gaan ze nu tongen? Is dit het moment dat ze gaan tongen of niet? Ik denk dat ze nu gaan tongen.